Hallo, ik ben Babette Labij en ik ben gevraagd om mee te denken en mee te doen aan deze actie. En natuurlijk doe ik dat, want ik denk dat het heel erg belangrijk is om de aandacht te vragen voor cultuur in Nederland en de hele situatie waarin die hele branche op dit moment verkeert. Daarom wil ik een beetje vertellen wat mijn verhaal is van de afgelopen weken, wat ik heb meegemaakt als zangcoach zijnde, maar ook als eigenaresse van mijn bedrijf. Ik ben dus zangcoach en zangeres, maar ik heb ook twee zangscholen, één in Amsterdam en één in Rotterdam, waar normaliter zo'n 800 leerlingen op wekelijkse basis zangles krijgen, zowel in groep als privéles. En eigenlijk heb ik zelf op 15 maart besloten om de deuren dicht te gooien toen duidelijk werd dat corona niet meer te behappen was en er geen controle meer over was. Dus toen hebben wij de deuren gesloten van onze zangschool en daarmee meteen eigenlijk mijn hele bedrijf stilgelegd. Los van het feit dat ik dat heel spannend vind, want ik heb zo'n 7 man op de loonlijst inmiddels. Heb ik ook naast de mensen op de loonlijst ruim 20 freelancers die met heel veel liefde al jaren hun passie voor muziek en zang delen met al die leerlingen, die ik dus geen werk meer kon bieden. De eerste paar weken was ik eerlijk gezegd een beetje lam geslagen. Ik denk dat jullie dat misschien wel herkennen, maar ik wist niet zo goed hoe ik het moest aanpakken. En ik schrok ook een beetje. Het is zo onwerkelijk allemaal. En je denkt gewoon, nou, ik moet dit doen, want dat is goed. We sluiten de deuren. Toen hebben we eigenlijk wel vrij snel geschakeld, vind ik. Na 2 weken heb ik alles eigenlijk online gegooid. Dat was ook wel wennen, want ik ben wel een heel fysiek iemand, moet ik eerlijk zeggen. En ik doe natuurlijk al wel wat dingen online, maar ik vind lesgeven, hebben we nooit zo intensief online eerder gedaan. Dat hebben we dus nu voor het eerst opgepakt. Voor de privélessen was dat vrij makkelijk realiseerbaar. Voor de groepslessen minder. Maar, want je kan, nou dat weten jullie denk ik inmiddels ook wel, dat je door bijvoorbeeld een programma als Zoom niet tegelijk muziek kan maken. En we wilden wel al die groepslessen, en dat is onze grootste niche, wilden we natuurlijk in groepen les kunnen geven. De groep waar ze gewend in zijn om zangles in te volgen. Nou, daar heb ik een soort formatje voor geschreven, zodat je bijna een soort wekelijkse masterclass krijgt. Ik was daar eerlijk gezegd best wel een beetje trots op, want ik kon ook weer die freelancers aan het werk zetten. Mijn mensen op de loonlijst, die ik niet alleen maar betaalde voor niks doen, maar die ook weer aan de bak konden om alles te regelen. Dus het kwam weer wat bedrijvigheid. Niet op de manier die we natuurlijk eigenlijk willen doen, maar het gebeurde wel. En met de hulp van de regering, die ik nu heb gekregen voor mijn personeel, voelde ik wel iets meer rust in mijn lijf. Maar dat was de eerste paar weken en dan gaat het toch langer duren, wat je niet verwacht. En overigens wil ik ook even erbij vermelden dat ik nog nooit, en dat vind ik belangrijk om te melden, niet om andere mensen zo van kijk mij nou, maar ik heb nog nooit eerder in mijn leven subsidie aangevraagd. Zo ben ik gewoon nooit begonnen. Ik heb altijd geleerd om gewoon niet je hand op te houden en door te knallen en iets zelf te ondernemen en hard te werken. Dus het was ook best wel een ding voor mij om te moeten zeggen, oh shit, ik heb hulp nodig. Maar godzijdank leven we dus inderdaad in een land waarin dat kan. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Lang verhaal kort, na die eerste paar weken merk je toch, het gaat langer duren dan verwacht. Dan beginnen ook de echte schrijnende verhalen, vooral van de freelancers om mij heen, die zeggen, ja, hè, normaal gesproken is mijn inkomen 50% live spelen, 50% lesgeven. Dat live spelen valt nu sowieso al weg. Kan nu minder lesgeven. Allemaal dit soort verhalen. En ik zelf als zangcoach, ik van externe klussen van tv-programma's waar ik aan meewerk, die waren ook niet meer aan de orde. Dus ik raakte toch steeds nerveuzer en iedereen, mijn hele team ook. Nu hebben we gelukkig te horen gekregen dat we vanaf volgende week weer wat fysieke lessen mogen geven aan kinderen. Maar dat komt wel omdat ik zelf heb lopen pushen, omdat de maatregelen zo onduidelijk waren.
En ik wil wel ook gezegd hebben dat goede gezondheid natuurlijk boven alles gaat. Maar dat we toch altijd in bepaalde situaties voelen dat de culturele branche zo'n achtergesteld iets is. Hè. Dat komt dan pas als laatste. Terwijl ik denk dat muziek maken of kunst in welke vorm dan ook van groot en van essentieel belang is voor ons. Zeker juist in deze tijden om met elkaar te verbinden, om voor afleiding, voor steun. En ik denk dat het heel goed is dat we iedereen nu door deze actie aan het woord laten. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om de artiesten of de mensen die op het toneel staan. Het gaat om een enorme batterij aan mensen die wij in Nederland aan het werk hebben in de culturele sector. Van geluidsmensen tot toneelmeesters, van beentjes en muzikanten tot aan roadies en noem het maar op. En dat is wel heel pijnlijk dat zo'n hele branche in één keer helemaal onderuit gaat. En ik hoop dan ook dat we door deze actie met elkaar daar weer even licht op kunnen laten schijnen. En ja, met elkaar ook creatief kunnen zijn om nieuwe plannen te maken. Daar denk ik graag aan mee. Dus ja, dit is mijn verhaal. En laten we samen iets doen. Laten we de handen ineens laten en dingen verzinnen. Om ervoor te zorgen dat we, ook als we op afstand moeten blijven, toch nog kunst kunnen maken en muziek kunnen maken en elkaar kunnen blijven inspireren. Dikke kus. Oh, en ik had mijn bril al op. Overigens had ik hier graag bij willen zijn, maar ik heb weer werk de aankomende dagen. Ik mag als zangcoach aan de slag voor een tv-programma. En nou, jullie zullen begrijpen dat ik dat met beide handen aanpak. Dus ik ben van 's ochtends tot 's avonds de komende dagen weer even onder de pannen. En daar ben ik heel erg blij om. En ik hoop dat iedereen gezond blijft en dat ook weer heel snel allemaal aan het werk kunnen. Bye!